Bekerwedstrijd staat eraan te komen. RKFC Beerschot. Wij gaan vooruitblikken met coach Ivan Borm. Op de persconferentie van vorige zondag heb ik duidelijk begrepen. Wedstrijd komt te vroeg. Is dat vandaag nog altijd zo? Maar te vroeg niet, maar ze komt ongelegen. Als je in de competitie 0 op 12 hebt gehaald, dan wil je zo rap mogelijk de volgende wedstrijd spelen om zo snel mogelijk punten te pakken. En dan deze wedstrijd, hier kun je geen punten pakken. Hier kun je wel voor de kwalificatie gaan. En het voordeel van deze wedstrijd is wel dat wij vandaag niks te verliezen hebben en alles te winnen. En ik hoop dat dat ook wel een extra stimulans kan zijn en dat we daardoor een goed resultaat kunnen neerzetten. Zodoende dat we dat kunnen meepakken naar volgende woensdag naar Charleroi. Afgelopen week, aardig wat gesprekken gevoerd, lees ik. Je moet altijd eens een keer babbelen. Als je 0 op 12 valt, dan weet je dat er tekortkomingen zijn. En dan is het aan ons om die oplossingen te zoeken, samen met de spelersgroep. En dat is onze taak, dat is onze job. Dus daar zijn wij voor. En wij hopen die oplossingen zeer snel te kunnen aanbieden. Maar motivatie ontbreekt het duidelijk dus niet? Nee. Ik zeg het alleen naar motivatie toe. Zit ik met een super, super goede groep. Ik moet zelfs jongens nu teleurstellen die altijd in principe in de kern moeten zijn. De kern is redelijk groot nu. Nog weinig geblesseerden. En dat maakt dat de plaatsjes duur worden. En dan hoop ik ook dat het niveau daardoor ook 10 à 15% naar omhoog kan gaan. Inderdaad, goed nieuws dat die blessures opgelost raken. Beerschot dan maar, hoe een stevig geheel is dat? Ik neem aan dat daar ook gescout werd. Maar Beerschot is Beerschot natuurlijk, is een traditieclub, nummer 13. Dat is dus toch wel een traditieclub met naam. Ook voor mij leuk, omdat ik op 5 minuten van het stadion woon daar. Ik ken daar heel veel mensen. Ik heb heel veel mensen ook gehad die mij gestuurd hebben. Dan kun je kaarten krijgen, hoe moet ik kaarten hebben enzovoort. Dus je voelt dat die match toch wel enorm leeft. Ook dan in het binnenland. Ook hier in Knokken zelf. En goed, het is aan ons nu om een mooi resultaat neer te zetten. Maar Beerschot blijft Beerschot. Het is een ploeg die in principe in 1A moet spelen. Ik denk zelfs dat de affiche Beerschot nog altijd leuker is en mooier is dan bijvoorbeeld Eupen, Westerlo of Charleroi, die dan 1A-ploegen zijn. Dus wij gaan ervan genieten. Wij stellen vast dat er ook heel veel publiek aanwezig is op deze wedstrijd. En wij hopen deze mensen toch ook iets te kunnen aan te bieden, zodoende dat zij toch nog een keer willen terugkomen na Beerschot. Vol huis geeft ook een extra push, hè? Ja, tuurlijk. En ik zie het, in de beker hebben wij ook ondertussen al een reputatie opgebouwd. Ik ben er ook van overtuigd dat Beerschot hier niet gaat komen om een gezondheidswandeling ervan te maken. Ze gaan ons ook, denk ik, respecteren. Doen ze dat niet, dan hebben ze het dan in de reker, zo simpel is het. RKFC gaat zijn reputatie verder zetten, duidelijk. Ja, dat is alvast de bedoeling. Succes. Dank je wel, Erik.